Hoi allemaal! Vandaag wilde ik weer eens een eerste indruk video doen en dit keer van iets van Bershka Beauty. Ik had het al wel op de site gezien, maar nog niet in de winkel kunnen bekijken. Dus ik was heel benieuwd, maar ik durfde het ook niet zomaar te bestellen. Want ik dacht, ja, wat zou ik dan bestellen? En is het dan de goede kleur? En is het überhaupt wat? Dus ik dacht, ik ga gewoon in de winkel kijken. En we waren van het weekend in Rotterdam. En toen zag ik Bershka Beauty. Dus toen dacht ik, ik ga eens even kijken. En ze hebben echt wel hele leuke teksten ook op de verpakkingen staan. Ik ben gegaan voor 2 blushes. En er staat op hashtag dolscoat. En je had ook een make-up remover. En Sven zag het staan. Ik had het helemaal nog niet gezien. Maar er stond op hashtag... Wat stond er op, Sven? Hashtag back to reality. En dat vond ik wel een mooie tekst. Maar ik ben dus voor 2 blushes gegaan. En daar wilde ik vandaag een eerste indruk van maken. En het zal een video in 2 delen zijn. Vandaag test ik 1 blush en de volgende keer een ander. En dan plak ik natuurlijk achter elkaar. Want ja, ik kan moeilijk op 2 wangen 2 blushes smeren. Want ik ga zo de deur uit en dat zou er een beetje gek uitzien. Ik heb 2 kleuren genomen. Papaya Paradise 05 en Dolce Cerise nummer 02. Het zit in deze zwarte doosjes en daarop staat ook, dat kun je denk ik heel slecht zien, als je het ons onder jullie zelf zien, hashtag dolscoat. Dit is Papaya Paradise. Hele mooie, echt een beetje de kleur van zonsondergang. En dan die Dolce Cerise. En dat is echt een bijna paarse kleur. Dus ik ga ze allebei swatchen. Dit is de paarse en die is ook echt wel behoorlijk paars. Wel heel mooi gepigmenteerd. Dus ik ga hem even... Dit is hem. Klein beetje glans erin. Ik zal hem ook even vervagen. Want zo zou je hem natuurlijk nooit op je wang zien. Gewoon een hele mooie blos. Even kijken of hij mooi blendt. Maar deze. En dan Papaya Paradise. Dat doe ik even met de andere hand. Dat is altijd lastiger. Dit is hem. Dit is veel meer een peachy kleur wel, met een hele mooie glans. Een gouden glans. Een beetje de kleur ook van Flamingo. Flamingo. Dit is hem. Nou, die zie je natuurlijk een stuk minder duidelijk dan deze. Maar ik zal er iets meer op doen. Maar het pigment verbaast me. Het is echt heel goed. En ze voelen ook vrij zacht aan. Maar daarbij moet je dan wat wel weer opletten met droge huidjes, zodat het er dan niet helemaal intrekt. Maar dit zijn ze dus, allebei. Ik ga vandaag voor de kleur van zonsondergang, daar heb ik zin in. Dus laten we maar gewoon op het gezicht gaan testen. Ik heb mijn hele make-up gedaan, behalve blush, dan voel ik me altijd heel kaal. Dus het is tijd om er wat op te smeren. Ik ga hem proberen. Ik gebruik de Zuffa Luxe Sheer Cheek. En daarmee ga ik in het poeder. Ik klop het een beetje af. Ik ben benieuwd. Even zo, dan kun je een beetje het verschil zien. Als je trouwens denkt, wat gebruikt ze de kwast raar? Ik heb een polsblessure. Dus ik doe even een beetje gek. Nou, de pigmentatie is wel heel goed hoor. Met, zonder. Zonder, met. Ik vind hem wel mooi. Ik had natuurlijk in de winkel al een beetje geswatcht. En toen dacht ik al, nou, dat valt me niet tegen. We hadden trouwens van alles hoor. Van mascara tot... Ja, je kan er eigenlijk volgens mij je hele make-up look mee maken. Er waren ook heel veel lipsticks. Maar ja, ik draag niet zo heel vaak lipstick. Dus vond ik een beetje zonde. Het heeft een hele mooie glans, zoals je kunt zien. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Het enige wat me opvalt is dat hij dus best wel droog is. Dus daar moet ik zeker met mijn droge huid een beetje op letten. Ik heb natuurlijk nu iets meer aangebracht dan ik normaal aan zou brengen. Want anders kunnen jullie het op beeld denk ik niet heel goed zien. Ja, nou dit is top. Ik vind het heel mooi. De eerste indruk van deze kleur, dus van Papaya Paradise, is heel goed. Ik ga nog een beetje meer blenden. En je hebt er dus helemaal niet veel van nodig. Hij blendt ook wel mooi uit, vind ik. Het blijft niet zo'n streep. Het is mooi, ja, het is heel mooi zacht
bijna crème-achtig poeder. Maar dan, ja, dus wel een beetje droog. Daar moet je op letten. Nou, ik ben hier best wel over te spreken. Ik heb dan helemaal niet de prijs verteld. Maar ik weet ook niet waar het bonnetje is. Maar volgens mij was het 7 euro. Dus dat is ook best wel aan de prijs, vind ik, voor een Bershka blush. Het is nou niet dat je denkt, nou, Bershka het make-up merk. Maar ik moet zeggen, de kwaliteit is goed. Dus in die zin, ik zou het wel vergelijken met bijvoorbeeld een Max Factor of een L'Oreal. Dus in die zin klopt dat dan wel qua prijzen. Ja, ik ben hier over te spreken. Jullie gaan mij terugzien voor de tweede kleur, voor die cerise. Ik ben heel benieuwd. Andere dag, andere blush. Nu de tweede. En dit is dus die Dolce Cerise. Ik moet nog even laten zien. En ik heb hem al opgedaan. Dit is hem. Hij is bijna paars. Maar er zit ook een soort blauwe gloed overheen. Het is een hele bijzondere... Oh, sorry voor mijn elastiekjes. Het is mijn mama dag. Dan heb ik altijd elastiekjes om hand. Want haar vast met Niels en zo. Ja, dit is hem. Hij is echt mega gepigmenteerd. De eerste keer dat ik hem... Dit is al de tweede of derde dag dat ik hem gebruik. En de eerste dag dat ik hem gebruik, dacht ik echt... Oké, way. Ik deed een beetje mijn kwast erin. En het was echt... Vroom. Het was niet normaal. En ik tip hem nu echt... Nou, ik raak het nauwelijks aan. En dan krijg je al dit. Het is echt een super intense, mooi gepigmenteerde kleur. Ik vind de structuur heel fijn. Deze is net wat... minder poederig dan de andere. Die andere is ook al niet heel erg poederig. Maar deze is nog iets minder poederig. En ja, ik vind hem echt heel mooi. Ik heb er nu nog wel... Ja, ik heb publiek. Ik heb nu nog wel een highlighter eroverheen. Of eigenlijk eronder gedaan. Omdat deze heeft wel iets van glans. Maar niet heel veel. Maar het is echt super... Ik zal de andere kant ook laten zien. Die zit meer in het licht. Het is echt een super gepigmenteerde... blush. Ik vind de kleur ook heel mooi. Sorry voor het gezang op de achtergrond. Ik vind de kleur ook heel mooi. Heel, ja, het is gewoon een andere kleur dan normaal. Het is wat ik al zei. Ja, zie op. Beertjes op. Het is gewoon echt paars. Ik heb ook een paarsere trui aangedaan voor de gelegenheid. En wat paarsere lippen. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik ben dus echt onder de indruk van de Bershka blushes. Ik denk dat ik er nog eentje ga kopen. Want ik had nog een kleur gezien die me heel mooi leek. En ze zijn gewoon goed. Gewoon mooi gepigmenteerd. Ze blijven ook goed zitten gedurende de dag. Ze blenden mooi. Maar echt let op met hoeveel je gebruikt. Want ze zijn echt mega heftig. Ik zal nog één keer deze ook swatchen. Had ik natuurlijk al eerder dit filmpje gedaan. Maar kijk hoe heftig. Maar ja, ik word er heel blij van. Het is echt... Ik ben echt onder indruk van de kwaliteit. Ik ben dus ook benieuwd naar andere make-up van Bershka. Want ik had dit echt niet verwacht. Ik dacht, leuk, ik ga het gewoon een keer proberen. Maar ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn. Dus ik ben onder de indruk. Ze zijn ook niet heel goedkoop. 7 à 8 euro. Maar ja, ik ben enthousiast. Ik hoop dat jullie deze eerste indruk van twee blushes... hashtag dolscode van Bershka... leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zie jullie snel. Doeg! Zwaai ook, Niels. Dag! Niels zwaait ook. Dag!